Goed, Frits in Helmond, hoe voelt dat? Ja, dat vind ik buitengewoon mooi. Ik ken Frits al heel lang. En nu hier in het Lavance Stadion van Helmond Sport. Ik zou zeggen welkom, Eindhoven Helmond. Wij denken in mogelijkheden en in kansen. Zo denkt Frits ook, denk ik, in mogelijkheden en kansen. Frits is van origine een Eindhovens magazine. U bent geboren in Helmond, lang in Eindhoven gewoond. Ja, ik heb 25 jaar in Helmond gewoond. En ik ken ook vanuit die tijd het blad Frits. Die hebben hun grenzen verlegd inderdaad voor de regio. En ik denk als we kijken naar Eindhoven, naar Helmond, de Brainport-regio, dan maken we het verschil op. En de glossy Frits voelt dat haar fijn aan. Tijdens de presentatie vanavond wordt er alweer een soort, er wordt gepraat over herindeling, over samenvoeging. Maken wij nou als Frits misschien niet een stap te ver door al over herindeling Helmond en Eindhoven bij elkaar te noemen? Is dat überhaupt mogelijk? Nou, daar ga ik dus niet op in. Ik denk dat het belangrijk is dat we moeten beseffen dat Eindhoven-Helmond voor de regio voorbeelden zijn hoe we samen het verschil kunnen maken. En dan denk je in mogelijkheden en niet in grenzen. En dat doet de Frits ook. Mooi is wel, Helmond is een maakstad, Eindhoven is meer een uitvindstad. Het zou wel complementair zijn. Ja, enorm complementair. Deze twee steden, als je kijkt naar de historie van Helmond en de historie van Eindhoven en waar we nu staan, dan zijn we inderdaad als Helmond, Helmond Doestad, complementair aan het totale plaatje in binnen Brainport. Goed, dit nummer staat een beetje in het teken van Helmond. U staat daar zelf niet in. Maar samen met collega John Jorritsma zou u best een aardig verhaal hebben, denk ik. Nou, ik denk, ik ben wel in voor een duo-interview om de toekomst van onze Brainport-regio samen in de glossy nog eens een keertje te belichten.